Het is nog steeds stil vanuit de Goffert. We horen niks over spelers die mogelijk gaan vertrekken. We horen ook niks over nieuwe spelers. Nou ja, we horen niks. Toch horen we wel wat dingen en die gaan we even met je doornemen. Bart van Rooij, daar zou interesse van zijn vanuit Twente. Ja, het is de speler met de meeste speelminuten. Twente zou interesse hebben in de rechtervleugelverdediger. Daar zit Twente ook niet zo breed in. Hij heeft nog wel een contract tot 2023. Bart, dus FC Twente zal de portemonnee moeten trekken. Eerder melden we je dat Cas Onenthal in Duitsland zou gaan voetballen. Wat blijkt nu? Hij gaat mogelijk zijn carrière in Italië voortzetten bij Bologna. Cas zelf wil er nog niks over zeggen. En hoe zit het nou met Locadia? Ja, die spits, ze zouden wel gepraat hebben, NEC. Maar meerdere clubs hebben interesse in Locadia. Kortom, de bal ligt dus bij hem. Ja, of het echt doorgaat, het lijkt mij onwaarschijnlijk hoor dat hij hier komt te voetballen. Zeker als je kijkt welke opties Locadia heeft. Maar je weet het niet. Nog steeds gaat de naam hier rond. Het blijft stil rondom Okita en Tafsan. Beide hebben aangegeven dat ze graag weg willen bij NEC. Okita's contract, dat is afgelopen, dus die kan transfervrij. Tafsan heeft zelf aangegeven dat hij een stapje hoger op wil. We weten niet of er al clubs zich hebben gemeld. Kortom, ook rond deze twee spelers is het nog stil. Ja, en dan die andere naam die wij hier hebben gehoord. Dat gaat over de keeper, Jasper Cillessen. Nou, Jasper Cillessen wil graag weer terug naar Nederland. Hij zal al eerder in gesprek zijn geweest met PSV. Die transfer ging niet door en nu zou NEC met hem in gesprek zijn. Het zal mij verbazen, maar het zou een hele stunt zijn als NEC Jasper Cillessen weet terug te halen. Hij staat namelijk nog onder contract en dan moet je sowieso al 3 miljoen gaan neertellen. Voor een keeper die je misschien helemaal niet nodig hebt. Want ja, Matthijs Brandenhorst doet het natuurlijk hartstikke goed. Ja, dit was dan weer even een korte update. Ik hoop volgende week echt nieuws voor jullie te hebben. Tot die tijd blijf je natuurlijk op de hoogte via RN7.